mensen, top dat jullie weer kijken. Kijk hier. De buggy in de werkplaats. Want wij vonden hem eigenlijk nog steeds niet af. Wat gaan wij allemaal doen? We gaan de voorkanten weer afslijpen natuurlijk. Daar beginnen we altijd mee bij de buggy. Die moet nog korter worden. Maar wat nog veel beter wordt, we willen nog grotere wielen erop gaan zetten. Maar dat gaat niet zomaar. Daarvoor hebben we eigenlijk nog een extra vertraging nodig. Dus we willen daar een ketting overbrengen gaan maken en extra grote wielen erop. Weggeslepen, want ja, hoe lichter die wordt, hoe beter dat die in het terrein is natuurlijk. Blijft niks meer over zo, hé. Nee, inderdaad. Maar ja, dan hier het volgende. Dirk is daar bezig met een draagarm op zijn plek te zetten. En weet je wat? Oh nee, de stuurkolom zit in de weg. Slijpen. Zal die scharnieren? Ja, hij zal vast wel scharnieren, maar zou het wiel ook ongeveer recht blijven? Dat vraag ik me af. Gaan we het proberen? Ja, probeer eens. Til de vlot. Ja. Geweldig. Dit is al zijn max, zeg maar. Dat is echt wel heel weinig. Dus te weinig veerweg nog, dat moet meer hoor. Een beetje eigenlijk. Meer, hè? Ja. Ja, dat is nog niet helemaal wat het zijn moet. En ja, we moeten eigenlijk nog wat nieuwe buizen bijhalen, denk ik, om dit fatsoenlijk te maken. Alleen, ja, die hebben we nou dus even niet. Maar goed, er is genoeg werk waar we mee verder kunnen. Want we hebben nog niet gekeken of de motor eigenlijk nog wel loopt. Het ding staat eigenlijk al meer dan een jaar stil, dus misschien moeten we dat eerst maar eens even gaan checken. Ja, voor wie hier allemaal werk in steken, dadelijk doet hij het helemaal niet. Om hem net zo goed gelijk op de schroot open kunnen gooien. Maar ja. Je moet daar even olie bijvullen. Nou, dat laagje modder wat erin ligt, dat is nog iets van rode diesel, dus dat zou ook moeten werken. Luchtfilter hoeven we niet te controleren, want lucht krijgt hij wel, denk ik. Gloeien. Ja, wat denk je? Ontluchten eens maar. Ik denk dat er lucht op zit, hè? Dat lijkt het wel op. Ja, de brandstofpomp die zit daar helemaal verborgen achter de radiateur. Maar laten we eens even kijken wat daar gebeurt. Daar lopen de injectorleidingen, zeg maar daar zo. Die gaan naar de injectors. Die kunnen we loszetten. En dan, ja, dan zou die lucht eruit moeten drukken. Dat zou er waarschijnlijk het probleem over helpen, denk ik. Oké, nou we hebben ze een beetje losgezet, dus als we hem nou gaan starten, dan gaat hij de lucht eruit drukken als het goed is. En dan zou het probleem wel eens op kunnen lossen. Remstroom. Ja. Ik zag het op de camera ook, er komen spatjes diesel uit. Dus ja. Dan zou ik het eigenlijk moeten doen, hè? Hoi, alles is er weer afgeslepen. Ja, het was toch niet zoals het hoort. Nee, het was niet helemaal ideaal. We hadden ons er een beetje op verkeken. We gaan het nou helemaal anders doen.
We gaan daarmee met de armen naar voren, alleen dan maken we ze gewoon recht. Dan maken we daar scharnierpuntjes extra en dan twee draagarmpjes. We hebben hier een ontwerptekening. Dirk staat er ook. Oh, ja, ik zie. Dat is hem. Ja, zo moet het worden. Ongeveer. Nou, de voorwielophanging, dat begint al serieus iets te worden. Maar ja, dan hebben we het voor al wel helemaal netjes. Maar met die kleine wielen konden er niet. Daar moeten we nog even serieuze wielen voor hebben. En dat treft, want die hebben we zojuist opgehaald. Kom maar eens even kijken. Kijk hier nou. Tractorwielen. Zo. Kijk wat een kleine prutswieltjes dat nou zijn als ze naast deze wielen staan. Dit komt best goed zo hoor. Nou hebben we echte banden. Zo is het. Nou ja, ik denk wel dat iedereen snapt dat deze wielen hier niet zomaar meteen daar aan kunnen. Dat komt natuurlijk nooit goed. Want deze diameter is natuurlijk veel groter dan degene die erop zit. Dus we hebben nou een eindvertraging nodig. Dus we gaan hier extra draagarmen maken met een kettingvertraging erbij in. Oh, hey. Nou, er is toch wel iets, hoor. Is het genoeg? Ja, man, dit is echt wel genoeg. Ja, het was even fine-tuning met het positioneren van de fusee-kogels. Maar nou, het is helemaal niet slecht, hoor. Dit is echt wel goed. Ja, we hebben hier natuurlijk een schitterende wielophanging. Alleen ons stuurhuis zou eigenlijk daar ergens moeten komen. En ja, deze as die komt ook helemaal niet aan de goede kant eruit. Dus dat moeten we anders doen. Hadden we het volgende bedacht. We gaan het stuurhuis hier maken. Deze as legt. Zo. Dan kan die arm dadelijk gewoon hier komen te zitten. Zo. Ik ga die kogel even terug vastlassen. Alleen, als ik die nou heel erg heet stook, dan brandt de rubber eraf, loopt het vet eruit, hou geen kogel over. Maar als ik hem nou las en daarna in het water dompel om hem heel snel af te koelen, ja, dan wordt hij natuurlijk keihard en bros. Hoe gaan we dat lassen? Dan heb ik hier een doek. Die doe ik hier overheen. Die gaan we even nat maken. Dan ga ik hem nou lassen en dan kan hij niet te warm worden. Kijk, hij mag wel een beetje warm worden, maar hij moet natuurlijk niet affikken. Zo. Dirk doet ondertussen even het laatste laswerk aan de spoorstangen. En daarna het moment van de waarheid. Dan gaan we namelijk de trom eronder uithalen en eens even kijken of die doorzakt. Klaar! Ja. Mooi! Kijk. Hij veert helemaal niet. Kijk eens of die doorzakt. Spring er eens op. Ik ga er even op springen hoor. Kijk. Hey. Ik hoor een krakje! Ja, dus dat het even in moet kraken. Oh ja, ja precies. Volgens mij werkt dit gewoon hoor. Het voelt echt lekker soepel hoor. Ja, we hebben hem extra compact gemaakt. Kijk, ja, hier komen dadelijk de pedalen zeg maar. En daar is de voorkant van de buggy. Maar stuurt hij dan ook? Gaan we dat ook testen? Ja, tuurlijk! Kijk of hij doet man. Probeer maar. Het werkt hè. Oh. Alsof er rekening mee gehouden is. En weet je wat ook geweldig is?
dat onze stuurgeometrie ook weer ongeveer klopt. Stuurgeometrie? Hoe zit dat nou met die stuurgeometrie? Een goed sturende buggy maken, dat is nog niet zo eenvoudig. Als je met een auto een bocht maakt, dan draait het voertuig natuurlijk rond een punt. En de voorwielen die leggen eigenlijk een baan af rond dat punt. Dus dan moet het wiel dat in de binnenbocht zit een scherpere bocht maken dan het wiel in de buitenbocht. Nou, om nou te zorgen dat het wiel in de binnenbocht scherper stuurt dan het wiel aan de buitenbocht, hebben we het Ackermann-principe bedacht. Dat hebben wij niet bedacht, dat heeft iemand anders bedacht. Ik denk meneer Ackermann. Dat komt erop neer. Dit is een voorwiel van een auto. Als je gaat sturen, dan draait hij hier op de fusee-kogel. Nou, vervolgens zit daar een armpje aan. En er zit nog een kogel. En dat is van de spoorstang. Dus hier wordt aangetrokken op het moment dat je gaat sturen. Nou zie je dat deze, die liggen niet recht achter elkaar. Als je nou vanaf hier een denkbeeldige lijn zou trekken, dan moet deze precies naar het hart van jouw achteras wijzen. Zo. Nou, als je je stuurmechanisme op deze manier bouwt, dan moet het altijd goed komen en dan wringt het voertuig niet in de bocht. Ja, die fusees die zaten verkeerd, Tom. Die. Nee, ja, nu klopt het gewoon volledig. Dit is perfect. Ja, ja. Nou ja, helemaal perfect. Weet ik niet, maar het is wel beter. En dan nu. De voorwielophanging is klaar. Wow! Nou, dan moeten we nog even de pedalen erin lassen en zo. En dan even de achterwielophanging maken, de portaalassen met kettingen. Dan moeten we ook nog even het motorblok losslijpen en opzij zetten. Want ja, we willen nou de differentieel daar zeg maar uit het midden zit. Dat moet opgeschoven, dat moet wel in het midden. Dat we twee dezelfde aandrijfassen kunnen maken. Dus genoeg te doen. Ja, nog wel een paar uurtjes werk denk ik, ja. Hey mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende.